Yo kijkers van Delify en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is nu vrijdag en we gaan weer lekker Roblox doen. Oké, zoals ik zie zijn de telefoons alweer uitverkocht. Daar gaan we denk ik ook wel even een tweede ding van neerzetten. Zodat wij meer telefoons kunnen verkopen, want die zijn nu al uitverkocht. En dat is ook het eerste wat is uitverkocht in deze winkel. En dit is voorlopig nog niet uitverkocht. Dus ik ga denk ik even bijvullen. Ik kan 8 telefoons kopen. Kijk, hebben we niks op voorraad. Ja, 1 kleren, maar dat is niet heel belangrijk. 8 telefoons. En kijk even op. Doe die er maar bij. Dus dat zijn er ook niet zoveel meer wat we hebben. We hebben nog steeds natuurlijk hier, zodat dit niet dicht is. En hier. Maar als zo dadelijk de winkel weer leeg is, dan hebben we dus weer geld. Moeten we alles weer bijvullen. En dan ga ik als eerste wel dit even dichtmaken. En als we dan nog wat over hebben, nog zo'n tafel kopen voor telefoons. Die gaan echt snel. En we hebben natuurlijk in de vorige video al 2 kassen erbij gekocht. En waarschijnlijk zie je het ook in de afspeellijst die aan het eind van deze video komt. Zie je waarschijnlijk ook wel. En dus dat hele afspeellijst kan je gewoon kijken als je nog niet de rest hebt gezien. Als je denkt van ja, ik heb nu toch wel dit gezien. Ik hoef de rest niet te zien. Dan moet je dat zelf weten. De afspeellijst staat aan het eind. En linkjes naar de vorige delen staan als het goed is ook in de beschrijving. En deze heeft dus ook nog een klein winkeltje. Oké, daar zijn guards wel handig voor. Je hoeft zelf niks te doen. Maar het kost gewoon echt heel veel geld. Kijk, zet deze kassen zo neer. Dat is de eerste die hem zo neerzet. Normaal zetten ze hem altijd dat je hier zo moet staan. En hij is dus de guest. Ja. Daar hoef je zijn naam niet voor te zien. Want die zagen wij zo wel. Maar er staat sign up to change your look. Oftewel. Dan ben je eigenlijk altijd wel de guest. En hij is ook de enige die een guest is. Maar wat kan nou met die points die we de hele tijd krijgen? Ik neem het inderdaad allemaal achter elkaar op. Dus aan jullie reacties heb ik niks voor de points. Alleen dan weer voor na de kerstvakantie. Dat kan ik wel weer gebruiken. We kunnen of gaan bouwen, of dat doen we gewoon heel even niet. En dan zien we het wel. Totdat we weer geld hebben. Oké, dus de kleding is op. Telefoon is waarschijnlijk ook bijna op. Games bijna op. Food bijna op. Telefoons nu niet. Tablets ook niet. Electronics is ook wel op de helft. Dus dat is alleen maar mooi. Als alles bijna is uitverkocht. Want dan hebben we zo weer geld. I didn't find anything I want. Maar helemaal aan het begin van Roblox. Tenminste in Retail Tycoon. Toen wist ik dus niet wat inbrekers waren. Hoe die eruit zagen. Er zijn nu sowieso vanaf het begin wel meer inbrekers. Maar toen wist ik dat niet. Ik dacht iedereen die zegt I didn't find anything I want. Dacht ik altijd dat een inbreker was. Een dief. Maar het zijn dus gewoon van die hele opvallende man. In een grijs pakkie en zo'n muts op. En dan kwam ik dus later achter toen daarop klikte dat dus dieven zijn. En die mannen met een meestal witte hoed volgens mij. Maar in ieder geval met een hoge hoed. En zo'n glazen ding met zo'n kettingje voor een oog. Dat zijn dus de personen in dit spel die gewoon heel veel kopen. En dan vooral dure dingen. Dus als ik nu alles zou wegdoen behalve de electronics,
telefoons en tablets, dan is er een hele grote kans dat als ze komen, want ze komen niet heel vaak, dat dan ook wel gelijk een groot deel weg is. En het record staat nog steeds op 4 tablets, 4 telefoons, 2 electronics en nog wat dingen. Die man die had echt heel veel gekocht en ook gelijk een paar duizend bij. En ik denk ook niet dat dat nog... Hij zie je, de winkel begint nu echt leeg te raken. Heel veel mensen zeggen nog, I didn't find anything I want. Dus ja. Ik koop nog even de laatste beetjes mensen, dan kan ik bijvullen, heb ik weer geld over en zo. Oké, we hebben nu ongeveer genoeg om de hele winkel bij te vullen. En dan moet je nagaan, dan ligt dit er nog. 5 electronics. Of dat is ongeveer 600. 10 videogames. Dat is ook wel 450. Tablet, 300 erbij. 5 smartphones. 500 erbij. 7 food. Ongeveer 100 erbij. Dus er komt echt nog wel 2000 bij of zo. En dan weten we natuurlijk niet wat al die mensen nog bij zich hebben. Oké, zo te zien zijn er ook weer 2 nieuwe mensen daar. Eentje claimt het hier zo. Gaat ze iets inladen of niet? Nee. Ik dacht, misschien heeft ze al een winkel. Maar zo te zien niet. En Minecraft, Minicraft 006. Die heeft nog geen winkel geclaimd. Dus ik ga gewoon terug naar mijn eigen winkel, totdat ze nu iets anders hebben. Kijk, we hebben nu al 1k wat we dus over hebben. Maar het ga ik nu nog niet uitgeven, dat wil ik bewaren voor dadelijk. Als echt alles is verkocht. En dat we het weer hebben bijgevuld, zodat we echt weten wat we nog over hebben. En wat we dus kunnen uitgeven aan het dak daar. En hier zo in de winkel, dit dak. Moet nog worden dichtgemaakt. Dan moet er nog een tweede tafel komen met telefoons. En dan wil ik hier het tweede product in de winkel gaan zetten. Met 4 dingen. Oh, kunnen we even kijken. Deze is toch leeg. Move item. Als we het zo doen. Oh ja, dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Want doe je wel. Zo. Dus dan kunnen er 3 als we het zo ruim neerzetten. Maar waarschijnlijk gaat die nog 1 naar voren, denk ik. Dan komt hier achter 1 tegenaan. En heb je hier zo dus een pad met 2 dingen. En hier zo weer een pad. Maar voorlopig zetten ze nog heel even daar neer. Deze moeten we dadelijk kopen. En deze nog een paar. Hoeden verkopen ook wel snel. Oh ja, dus hier is de winkel leeg. Dus die kan dicht. 1. Er zijn nog 4 videogames. 4 electronics. 1 tablet. En nog een paar smartphones. En daar kom jij niet bij. 4 smartphones nog. Nou, up, mensen, koop het even. Want dat vind ik wel leuk als jullie dat even doen. Want dan heb ik weer geld. En dat heb ik nodig. Hou nou eens een keer die bonen bij je. Laat nou niet vallen. Je moet dat weer opruimen. Ik kan inderdaad ook gewoon een schoonmaker inhuren. Maar daar heb ik geen zin in. We hebben deze aflevering nog niks gedaan. Omdat die mensen niet snel zijn met kopen. Mensen, koop. Weet je wat, ik ga gewoon nog als dak erin zetten. We zetten gewoon het dak er alvast in. Zie je, zo. Dan nog eentje hiervoor. Hoppakee. Zo, we hebben nog 6k over. Dan hebben we tenminste nog iets gedaan in deze video, als alleen maar bijvullen en zo. We hebben er een dak in gezet. Als we dan toch bezig zijn, kan ik ook alvast de display table kopen. Voor de telefoons.
Ja, toch, dan hebben we nog 5.500 over, dat is genoeg. Dat is genoeg om voorlopig nog wat te doen. Om daar weer alles bij te vullen. En wat ik misschien aan de volgende aflevering wel gaan doen, is hier zoals het eerste deel van de opslag maken. Dat is wel leuk als we dat natuurlijk ook gaan beginnen, want dan kunnen we meer dingen tegelijk inkopen en zo. Want nu is het elke keer één product bijvullen en dan moet je. En dan is je storage vol. En dan kunnen we tenminste een beetje meer gaan kopen. Want die kleding, weet ik, dat is best wel veel voor je opslag. Volgens mij is dat voor 2 en je hebt al 36 nodig per ding. Oké, nu hebben we dus aan die kant. Hebben ze elke keer zo één lang deel in zijn vakje. Nou, meestal is dat een klein verhogingje. En hier is dus 2 landdelen, verhogingje, nog 2 landdelen. En die zitten dus in die kast. Niet meer. Of nou ja, plank. Het is nu echt net als zo'n tv-programma dat er verborgen camera zit. Zo, daar zo, dan kan je zo kijken. Oké, wat is er op? Wat is er op? Videogames zijn op, dat is op. Electronics niet, telefoons niet, tablets niet. Mensen het nog even kopen. Komt nog ongeveer 1000 bij. Maar daar wil ik nu nog niet zoveel mee doen. Want we moeten sparen om hier de opslag dadelijk te gaan beginnen. Zodat we eindelijk meer kunnen bestellen. En pas als we echt heel ver zijn, dat we echt bijna alle grond hebben, dan pas wil ik managers en zo gaan inhuren, schoonmakers, beveiligers. In principe, alle werknemers komen er. Restockers, anders moeten ze alsnog zelf doen, dat is heel veel werk. Behalve deze. Die cashiers gaan nooit komen. Tenminste, voorlopig nog niet. Behalve als het misschien echt heel druk wordt. En dan wil ik zelfs nog wel eens met zelf-checkouts gaan doen. Omdat je na 40 minuten spelen kost een kassa met cashier net zoveel als een zelf-checkout. En als je een uur speelt, dan heb je dus 20 minuten. Dan moet je gewoon $400 kost het dan meer die kassa. En dan loop je ook nog het risico om in de min te staan. En dat hebben wij nu niet. Want wij hebben geen werknemers die je elke keer moet betalen. Wij hebben alleen wel het risico, maar dat is gewoon bij alle winkels natuurlijk. Dus als we een keer ons geld opmaken en we hebben niet meer genoeg om ook maar één ding bij te vullen, moeten we of elke keer één dingetje kopen. En dan uiteindelijk zorgen dat heel de winkel vol komt. Of we moeten gewoon een paar daken eruit halen of een muur of zo. Zodat we dan uiteindelijk toch nog geld hebben. 3 electronics en 1 smartphone. Kom op mensen, bijna. We hebben bijna alles verkocht. En dan komen er weer nieuwe spullen. De hele tijd schoonmaken, daar word je ook een beetje moe van. We zijn alweer een kwartier bezig. En de tijd staat inderdaad stil. Hier zo. Kijk, hier is al 52. Muis. En dan is het nog 38. De tijd staat stil hier. Empty. Oké. Oh, hij heeft een tablet. Hij was dan de laatste met een tablet. En hier nog steeds 3 electronics. Mensen, die zijn goedkoop als tablets. Koop deze nou even. Dan staan ze ook gewoon met z'n allen daar zo. Bij dat ding. Oké, dat is heel irritant. Koop nog 2.
twee mensen. Neem alle twee. Ja. Nog één. En dan moet je even betalen natuurlijk. Ja, we hebben gewoon weer 7k. Oké. Kijk, er komen weer 4 nieuwe mensen. Yes. Het is empty. Je kan niks meer stelen, dief. Haha. I didn't fight anything I want. Ja, dat is ook de bedoeling. Mensen, reken je spel af. Betalen. Kijk, dit vind ik dan zo'n domme. Staan ze met z'n drie in de rij. Terwijl er gewoon nog een kassa is die ze kunnen gebruiken. Allemaal nog even snel zo'n dingetje kopen. En dat was het. En dat was ook het eind van deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie dan maandag weer. Het weekend slaan we gewoon even over. En dan na de kerstvakantie doen we alleen maar weer de maandag. Maar ik wil jullie dus voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie hopelijk weer maandag.